Het is gebeurd. Ik had niet echt verwacht dat ik deze week hier zou belanden. In een vies bosje met mijn bottine aan. Misschien even uitleggen hoe ik hier precies ben geraakt. Maandagochtend vertrek ik naar mijn werk. Na 2,5 jaar vroeg opstaan sta ik nog een keer in de file. Ik luister naar de ochtendshow in plaats van ze zelf te maken. Oh, zalig. Maar ook belangrijk, het was licht. Dus je ziet andere dingen dan om 5 uur 's morgens. En vlak voordat ik de VRT binnenrij, zie ik in een bosje langs de autostrade een hut. Simon. Het was in een flits voorbij, maar ik heb het wel echt gezien. Toch? Nee. Jawel? Ik heb het nog nooit gezien. Nee, ik rijd er elke dag voorbij, maar hutjes. Ah nee, is me niet opgevallen. Maar je had dat ook nog niet gezien? Ja, omdat het donker was, hè. Ah ja, maar ja, bij mij is het ook nog donker, hè, Snoopy. Nu weten de vloggers dat je mij Snoopy noemt. Wij even naar de vloggers, Chrissy. Wat zei je nu? Chrissy, als jij mij Snoopy noemt, dan kijk ik Chrissy. Chrissy. Dag Chrissy. Ah, is daar een bos? Ik heb dat nog nooit gedaan, die afrit genomen. Ik kom altijd met de fiets. Zeg zo flex, ja. Laat de mensen maar eens zien dat ik hier vlog. Wat zeg. Ja, ik probeer te vloggen en stretchen tegelijkertijd. Maar dus, niemand had die hut gezien. Behalve collega Eline. Ik wist het niet goed. Ik dacht eerst, is dat nu een stort of wat is dat? Toen had ik het door. Ik zei, oh nee, daar woont iemand. Ik was daar echt niet goed van. Hè. Ik meende, wat heeft die mens aan de hand? En is die oké? En waarom? En wie is dat? En hoe lang woont hij daar al? En waarom doet niemand daar niks aan? Dat vond ik ook straf. Ik ga op onderzoek. Denk je dat ik gevaar loop? Christophe? Bel de politie, als we niet op tijd terug zijn. Ik ga natuurlijk niet alleen. Arnoud gaat mee. Hij heeft zijn rode bodywarmer aan. Er kan ons niks overkomen. Gelukkig ben ik standaard op alles voorbereid. Wie weet in wat voor toestand komen we daar terecht. Prima. Dus ik, met mijn bottine aan, camera in mijn zak, vertrokken om mijn onbekende buurman te leren kennen. Ik moet eerlijk zijn, ik ben er toch niet volledig gerust op. Je weet niet meer wat je gaat tegenkomen, dus ik dacht, toch eerst even polsen bij de buren. Misschien hebben zij iets gehoord of gezien. Random aangebeld. Ja, wonen daar mensen? Heb je die hutjes al gezien? Je hebt ook geen idee. Nee. Tu vois des gens qui marchent dans les bois? Non? Hoe geraken zij erin, hè? Hier is allemaal dicht, mijn hek. Ja, hier kunnen we door. Hier hebben duidelijk mensen gelopen. Hello! Is somebody here? Ik ga nu mijn camera wegsteken. Ik ga het gewoon uitzetten. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Lynn. On est des voisins. Ik kan hem niet tonen, maar ik had wel een microfoontje tussen mijn borsten. Dus dit is hoe hij klinkt. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Vous êtes Belge ou quel... Polonais. De Pool dus. Die woont in een hut, in een bosje, al 9 maanden lang. Dus ook toen. We praten een uur, denk ik, en dit raakt mij. Als we wegwandelen, stapt hij nog een stukje mee en langs het padje ligt een dode vos. En onze buurman stopt, want hij kent die vos. Dat is mijn voisin. Het was zijn buurvrouw, zegt hij. En ik zie aan zijn gezicht dat hij verdrietig is dat ze daar nu zo ligt. Elle habite ici, elle dort ici. En ik kom terug op bureau en ik besef, ik wil iets voor hem doen. Ook al zegt hij dat hij niks nodig heeft. Hoe maf is dat eigenlijk? Allee, die heeft kei veel nodig. Ja, ik ga het hem wel brengen, zo, of dat hij nu wilt of niet. Morgen gaan we terug. De volgende dag hou ik een inzameling bij de collega's. We hebben een trui gevonden met nog wat bonen en nog wat mais. Ik ga zorgen voor potjes in de tent. Pasta. Handig. Peren op siroop. Oh, zalig. Nog peren op siroop. Dank u. Tomatenblokjes. Mais. Ja. En mais. Zalig. Dank u. Gisteren waren we nog redelijk zenuwachtig voor de eerste ontmoeting, maar nu voelt het al alsof we naar een oude vriend gaan. Een soort van kennis. Waar lag dat voske weer? Ja. Wow. Hier lag gisteren toen we hier passeerden een dode vos en nu is hij weg. En ligt hij niet meer.
En dan zijn we daar dus voor de tweede keer. En Jacob is echt super blij om ons terug te zien. Ik heb echt het gevoel dat hij nog contenter is om ons te zien en terug met ons te kunnen tetteren dan dat hij blij is met die zak vol grief. En dan komt wel een spannend moment. Want ik vertel hem dat ik werk voor Studio Brussel en dat ik heel graag een video over hem wil maken. En hij schrikt even, hetgeen dat ik snap. Maar uiteindelijk is hij enthousiast en hij zegt oké, het is goed. En je mocht hier een paar foto's maken. Zolang dat ik niet herkenbaar in beeld kom, is het voor mij oké. En dus zijn dit de 10 beelden die ik u graag wil laten zien. 1. Dit is de hut van Jacob. Hier heeft hij dus de winter doorgebracht. 2. Zo ziet het er van binnenuit. Hij heeft niet veel, maar alles wat er ligt, heeft duidelijk wel zijn eigen plekje. 3. De keuken. Met uitzicht op de autostrade. Let hier ook op het plankje daarboven met een verzameling van dingen die niet per se nuttig zijn, maar van deze plek meer een thuis maken voor hem. 4. De afwas staat in het droogrek. 5. Dit is zijn toilet. Hij heeft het zelf gemetseld en hij is daar eigenlijk wel trots op en terecht. Want zie jij jezelf je eigen wc metselen? Ik dacht het niet. 6. Dit is 1 van de 8 ratten die hij de nacht daarvoor heeft gevangen. 7. Hier hangt een Carrefourzak omhoog, zodat de ratten er niet bij kunnen. Op die zak staat dat we allemaal recht hebben op de beste feesten. 8. Dit is de map met zijn nestpapieren. Ik wou oprecht dat ik hem hiermee kon helpen, maar ik snap er gewoon niks van. En dan 9. Het beeld dat mij het meest van allemaal zal bijblijven. Jacob zelf natuurlijk. Een Pool op sloeven die geen chance heeft gehad in het leven. Ik weet nog altijd niet exact wat hem precies is overkomen, maar het is een warme gast. En dat bewijst deze foto. 10. Het graf van de vos. Dat Jacob heeft gegraven en versierd. Parce qu'elle habitait ici et elle doit dormir ici. En daar stond ik dan. Ergens in een bosje in de rand van Brussel. En ik was eerlijk gezegd toch lichtjes mijn kluts kwijt. Ik heb er achteraf nog veel over nagedacht en ik denk dat vooral de warmte en de liefde waren waarmee dat graf duidelijk was gemaakt, dat datgene was wat mij zo ontroerde. Want het zegt zoveel over mijn buurman Jacob. Zoveel schone dingen en tegelijkertijd is het zo pijnlijk en zo confronterend om na de warmte en de liefde die hij daar duidelijk insteekt in het graf van een dier nota bene, dat dan net hetgene is wat hij niet krijgt. En dat brak op dat moment mijn hart. Dus voilà, dat was mijn eerste video over mijn buurman Jacob.